Det är så läckert. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is het weer tijd voor Action Unboxing. En in deze video gaan we echt iets heel erg leuks doen. We gaan vandaag namelijk paassnoep eten. Ja! Voor als je ons nog niet kent, mijn naam is Denise Kroes. Je kan me kennen van het YouTube kanaal Denise Kroes. En mijn naam is Christina en mij kun je kennen van mijn YouTube kanaal Christina K. Pasen, ja, vier jij dat eigenlijk? Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, ik vroeger, ook. Ja, vroeger ging ik altijd paaseitjes zoeken door de hele straat. Ja, ook echt zoeken? Ja, ik vind het wel heel erg leuk om eitjes te versieren en zo. Oh, maar ja, ik vind het vooral heel erg leuk om dan uitgebreid te ontbijten. Oh, met God, en alles ja, mag dan. Cake, taart, ja, koekjes, ja, alles mag. Heerlijk. Dus dat vind ik gewoon echt heel leuk. Ja. Wij zijn ook heel erg benieuwd hoe jij Pasen viert. Dus laat het even weten in de comments en dan gaan we snel beginnen. Yes, let's go. Het eerste item van vandaag, oh my God, is de KitKat. Oh, dat klinkt echt lekker. Hou je van Smarties? Ja, heel ik ben erg. Dus echt een KitKat fan. Ik heb dus twee konijnen. En even kijken, het is gewoon 85 gram chocolade. Melkchocolade met knapperige ontbijtgranen. Nou, oeh, dat klinkt spannend. En wat heb jij? Ik heb drie dezelfde, maar dan andere kleurtjes. Het zijn toch ook konijntjes, ja. Ja, ja, hele schattige konijntjes. Ook met melkchocolade. En er met een suikerlaag. En er zitten denk ik Smarties in. Zullen we eerst de KitKat proeven? Ja, let's do that. Oh, dat ziet er ook heerlijk uit. Oh, zie je die gaatjes? Zie je? Dat vind ik helemaal leuk. Ja, het ziet er echt lekker uit. Ja, ja. Oh, dat is echt een bescheiden hapje. Lekker. Wat een hapje. Ja, snap ik wel. Ik vind dit echt lekkerder dan de normale, want die normale... Dus echt konijnen. Goede chocola. Die normale konijnen. Ja, maar dit is echt zo lekker, want het heeft een soort iets extra's. En dan de Smarties. Oké, okay, ja, even kijken. Oh, je maakt hem zo open. Ja, kijk. Hupskee. Jij houdt hiervan toch? Ik hou dus niet zo van Smarties, maar ik ga ze toch proeven. Dus die Smarties zitten dus gewoon in die paashaas. Kijk. Ja, is echt leuk. Serieus, die KitKat was ook echt lekker, maar dit is ook lekker. Maar denken we wat de prijs is? Ik denk dat het 98 cent per stuk is. Ik denk 68. Oh, het is iets duurder dan verwacht. Maar prima prijs hoor. Maar per één, toch? Mhm. Oké. Okay. Jeetje, we zijn wel slecht begonnen dan. Het is nog maar het begin. Ja, komt goed. Oh, ik zie het al, sorry. Water! Yay, koekjes! Koekjes! Het is een paas crème spritz. Crème spritz? Dit zijn gewoon biscuitjes. Easter biscuits. Ja, deze is gewoon met chocola en deze is gewoon natuurlijk, ja, denk ik, hè? Ja. Oh, meid, heerlijk die kleur. Leuk. Love. It. Cheers. Cheers, meid. Dit is zo lekker. Dit is dat perfecte koekje. Bij een perfect kopje thee. Oh ja, op tafel. Maar dat je dan eigenlijk gewoon steeds nog eentje wil pakken, maar dat je het niet durft, toch? Voor als je het weet, heb je alles op. Ja. Echt hoor. Oh, heerlijk. Wil jij die met chocola? Laten dan we deze even helpen deze doen. Oh ja, dat is ook goed. Dit zou gewoon een lekker koekje zijn. Ja. Knapperig. Maar niet heel bijzonder. Maar wel gewoon een normaal. Maar lekker. En we hebben hier een vorm van een ei. En die is lekker versierd met chocola en sprinkels. En het is zeg maar hetzelfde soort koekje, maar dan met chocola eromheen. Ik vond het wel lekker hoor. Ja, ik vind deze eigenlijk nog lekkerder. Heel lekker. Wat is de prijs, denk je? Ik denk dat dit rond de 1 euro is per verpakking. Ja, ik denk 1,21 euro. Nice. Chill. Oké, okay, dit is echt chill. Ik neem chill ze mee. Oeh, oh my god. Wat zijn dat? Dat zijn jellybeans, toch? Het ziet eruit als een zakje wortels. Ik vind het echt leuk. Zo van, gezond meid. Zou dit ook naar wortels smaken? Jellybean carrot, het heet ook echt carrot. Jellybean carrot. Maar zou het ook echt wortelsmaak zijn? Ja, ik weet het niet. Ik ga het gewoon proeven, weet je dat? Ja. Oké, let's go. We nemen er ook echt eentje van. Smaakt naar sinaasappels of zo. Wel lekker. Ik vind het lekkerder dan ik had gedacht. Ik dacht, carrot smaak, ik weet niet wat ik daar moet vinden. Nee, oké. Okay. Maar ik weet niet, ik vind deze niet zo. Ik zou het niet opeten, de hele zak. Ja, wel? In een vliegtuig of zo. Nee, het smaakt echt, echt niet naar wortel. Nee. Nee. Meer naar mandarijnen en sinaasappels. Ja, mandarijnen en sinaasappels. Jij vindt het wel lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Maar ik ben blij dat het niet naar carrot smaakt. Want ik als je naar carrot had gemaakt, dan had ik me mee zorgen gemaakt. Ik ook. Wat zou dit kosten, zo'n zakje? 88 cent? Ik zeg 99. Oh, yay! Yes! Lekker, meid.
Oké, krijg je een punt. Ja. Is dat 1-0 voor mij. Oké, next one. Jij mag het pakken. Sorry, ik heb het al gezien. Het is heel leuk, sorry. Oh mijn god, wat is dit? Oh, het zijn twee verschillende hele... Het ziet er zo leuk uit. Oh, volgens mij is het gewoon een hele candy mix. Er staat candy mix. Dus ik denk dat het een soort van... Met allemaal verschillende dingen. Oké. Okay. Oh, dat is heel leuk. Dat zijn allemaal van die gummy snoepjes. Weer met carrots. Carrots en konijntjes en eieren. Eitjes. En het zijn allemaal verschillende, dus dat vind ik ook leuk. Welke ga jij openmaken? Ik hou echt heel erg van rood snoep. Oh, ik hou heel erg van die eitjes. Oh ja? Ik ga het gewoon openmaken en ik ga het gewoon proeven. Nou, proost meid. Proost. Love it. Wat jij? Ik wil nog even die rode proeven. Ik hou hier heel erg van. Dit is echt mijn favoriete soort snoep. Zo lekker. Ik wil eigenlijk die wortel. Mmm, die rode is heel lekker. Die rode is heel lekker. Zo lekker. Ik denk dat dit wel duur is hoor. Kijk naar de hele presentatie hiervan. Denk het ook wel. Het is ook voor 4 personen, weet je. 1,99. Ik zeg 2,10 euro. Oh, 1,29. Dus het is echt goedkoop. Best wel goedkoop. Het is echt veel goedkoper dan verwacht. Ja, het is een heel leuk pakje en zo. Ja, echt een aanrader dit. Oké, next one. Ja, wat is dat? Hey. Smarties weer. Oh, love it. Oh, wacht eens even. Dit zijn niet gewone Smarties. Dit is een soort do-it-yourself project. Create your own Easter egg. Oh, je kan je eigen ei maken. Oh, dat is leuk. Ik ben wel benieuwd, want ik heb er echt even geen beeld bij of zo. Schattig. Oké. Okay. Oh, dus je hebt ook echt zo'n soort chocoladereep. Ja, en je kan het dan melten en dan... En dan doe je dat hierin. En dan die Smarties erop en heb je gewoon heel iets... Dat is wel heel leuk. Super leuk. Dit is echt heel erg leuk voor kinderen. Ik zou dit niet doen. Ik zou dit gewoon pakken en dan zo opeten. Ik ga stik. Nou, ja, toch? Ik weet niet. Ik denk dat je dit wel... Stel je voor, je nodigt mensen uit. Oh, kinderen. En dan ga je het, ja, doen. Ja, heel leuk. Dat is wel echt leuk. Mag ik deze opeten? Ja, toch? Wat jij wil, meid. Het is jouw feestje. De Smarties is denk ik wel prijzig. Denk het ook. 1,29? Ik denk 1,70. 1,79. Ik zit er 9 cent naast. En ik had die 9. Ja, wat? Combi. Yes. Oh my god. Milka. Het is eentje en ander. Let milk. Ik heb de gewone. En jij hebt iets met geel. Maar wat is het voor geel? Oh, praline. Krokant. Krokant? Oh, ik weet het niet. Ik weet ook niet wat het is. In ieder geval, we hebben hier paaseitjes met melk en chocola. Melk en chocola is echt sowieso amazing. Top. Ik vind het altijd zo leuk dat ze dat bij Action te koop hebben. Ja. Milka. Ik zit altijd te kijken van, wat heb ik nog nooit eerder geproefd. Ja. Ik ben echt benieuwd wat er in deze gele zit. Ja, ik ook. Want dit is natuurlijk de standaard Milka chocola. Oké, pak een andere. Hallo, meid. Oh, dat ziet er lekker uit. Je hebt iets van crunch erin, toch? Ik hou echt van crunchy dingen. Lekker. Ik hou echt niet van hazelnoot. Dus ik dacht, ik hoop niet dat er hazelnoot in zit. Maar dit is echt heel lekker. Mm. Ik vind het dus heel erg leuk met Pasen om zo'n leuk schaaltje te maken. Ja. Gooi je zo hupsakee door mijn verhaal. Zo. Ik dacht, misschien heb je er niet door. Ik dacht, mijn attentie bij jou houden. Ja, mijn aandacht bij jou houden. Vertel maar. Maar ik vind het altijd heel erg leuk om tijdens Pasen zo'n soort schaaltje met allemaal paas-ijsjes te hebben. Heel leuk. Laat maar. Ik vertel nooit meer wat. Wat is de prijs, schat? 1,40. Ik wacht gewoon steeds tot jij het hebt gezegd. Ja, waarom? Omdat ik ben bang om het verkeerde antwoord te zeggen. 1,31. Jij zit weer beter. Deze is trouwens echt lekker, die gele. Ja, lekker hè? Mm-hmm. Die hou ik. En dit is de volgende. Oh my god, dit is zo schattig. De fucking. Ik wil echt een kindje hierdoor. dat escalated quickly. Ja, ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Oké, we hebben hier dus een soort potje met paaseisjes erin. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En een soort knuffeltje erop. Kan die eraf? Ja, ik wil net vragen. Je kan hem maar afslopen, maar nee, dat is dus je kan het dus ook gewoon schattig zo op tafel zetten. Of een spelletje naar beneden. Wil je proeven? Ja, ik wil ik wel ben benieuwd proeven. Wat je ervan vindt. Ik vind de verpakking helemaal top. Hij is een beetje zacht van binnen. Maar... Lekker? Niet heel erg. Niet heel lekker, dus het is meer... Het ziet er in ieder geval heel leuk uit. Het ziet er heel erg leuk uit. I would buy it voor gewoon, omdat het om te geven als cadeau. Heel leuk. Ik denk niet dat het duur is hoor, ondanks de verpakking. Ik denk gewoon 99 cent. Ik denk 1,35.
Oh, ik zat er eindelijk een keer bij. Oké, dat zou ik er niet voor geven. Eerlijk is eerlijk. Nee, maar je koopt het meer voor de verpakking. Ja, dat is je koopt het meer als cadeautje. Dat is waar. Denk ik. Oké, next one. Oh my god. Oh. Dit is zo cute. Okay. Hier hou ik niet van. Nee, echt? Nee, ik hou niet van de bonbons. Dit is heerlijk. Schat, je weet niet wat je mist. Ik hou gewoon niet van bonbons. Ik weet zeker dat het super lekker is. Dat doet me heel erg denken aan van die schelpjes. Misschien kan je me overhalen. Sowieso. Proef het. Oké, is goed. Ik zie hier schaapjes. Een schaap en een kip. Oh, nee, een eend. Cute. En ook een kip. En ik denk... Sorry, ik ga weer in je eervrouw. Oh, ja, god, ik ben echt een klunt. Dit is een Happy Easter chocolate egg. Ook melkchocola. Oh, wacht. Met aardbeismaak. Oh. Dat vind ik wel lekker. Oh, ik ben dan wel heel erg benieuwd. Okay. Ik wil echt dat schaapje zo. Ik vind het zielig om dat schaapje te eten. Waarom? Het is gewoon chocola. Oké, ik ga hem proeven. Mmm. Dus iets van... Is het bruine... hazelnoot? Nee, denk het niet. Ik vind deze best wel lekker. Heel zoet. Jij bent nog steeds aan het nadenken wat je ervan vindt. Ik ben nadenken of ik hazelnoot proef, maar echt klinkt het best wel lekker. Hier, wel. Ja, hazelnoot. 15%. Ja. Maar dat vind ik dus niet lekker, maar ik vind hem op zich wel lekker. Dus... Ik vind hem ook lekker. Oeh. Oké. Okay. Jij krijgt een voet en ik krijg een voet. Ik hoopte dus dat je iets van aardbeien zou zien. Ja, ja, ja. Oh. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dan aardbeien smaken en verwerken. Okay. Waarschijnlijk die teentjes. Ja, die teentjes. Dat zou waarschijnlijk aardbeien zijn. En dit is weer chocola. Uh-huh. Ja, dat smaakt gewoon naar... melkchocola, maar ik wil precies dat roze stukje proeven, maar dat gaat moeilijk worden. Maar lekker man, dat aardbeien. Ja. Dat proeft naar aardbeien. Ik zou echt dat stukje eraf snijden. Zo één ben ik ook. Ja, maar lekker. Ja. Inderdaad, even tip voor action. De volgende keer, doe maar gewoon alles met aardbeien. Heerlijk is die. Oh ja. Echt lekker. Gewoon een heel wit chocolading met aardbeien eroverheen. Oh, love it. Wat is de prijs? Ik denk dat het wel duurder is. Duurder? Dan we denken. Ik zou niet. Meid, zeg jij het eens. Wat denk jij? Nou, oké, ik ga toch wel iets lager inzetten. 1,29? Oeh ja, 99 cent. Ja, dat zou ik ook zeggen. 99 cent. En dit is gewoon 1. Duurder, denk 30. Ik. Hè? Oh, we hebben echt iets te laag duurder. Ingezet. Ja, nee, we moeten even ophogen. Even ophogen. Maar het komt omdat heel veel action heeft ook heel veel. Heel veel goedkope dingen, weet je wel. Dus dan klopt. Jeetje. Hou wel gewoon mijn mond dicht. 3, 2, 1, go. Yes, go. Oh my god. Oh, koekjes. Hier, koekjes. En ik heb hier KitKat. KitKat in een vorm van een konijn. Oh, leuk. Dat is echt leuk. Volgens mij echt een KitKat. En dit is dat met zo'n... Koekjes? Oh, weer met dat cream. Lovely cream biscuit chocolate. Dit zijn dus twee verschillende producten en twee verschillende merken. Maar schijnen dus allebei dezelfde prijs te hebben. Dus ik ben benieuwd wat het kost. Ik ben ook heel benieuwd. Oh, hier zitten dus drie konijnen in. En zijn allebei, of allemaal, apart ingepakt. Oh, deze vinden wij heel lekker, weet ik nu al. Ja? Ja. Ruikt het lekker? Ja. Zullen we die eerst doen? Oké, goed. Oké, neem maar een hapje. Of zou ik ook een neem gewoon je eigen koekje, meid. Oké, is goed. Het is feest vandaag. Het is feest vandaag. Cheers. Mm-hmm. Deze is echt lekker. Deze zou ik in één keer leeg eten. Ik ook. Ja. Ik hoef er niet eens een kopje thee bij gewoon. En dat zegt wat. Oh, deze is echt heel erg lekker. Mm. Oh, leuk. Zo cute. Het is allemaal zo schattig. Dit is heel schattig. Ik ben dus benieuwd of je, als we het breken, of je dan echt KitKat ziet. Oh. Nee. Dit is geen KitKat. Dit is KitKat smaak, denk ik. Wel. Oh ja. Wel. Nee. Wacht. Er zitten niet van die koekjes in. Dat is wel heel lekker. Er zit wel iets crunchies in. Ja. Hoe duur? €2. Nee. 1,49 zeg ik. 1,39. Next one. Oh, dit is leuk. Tada. Dit kan je in je paasboom. In je kerstboom. Nee, grapje. In je paasboom kan je Easter dat hangen. Easter moment. Chocolate hangers. Heel leuk. Heb jij thuis zo'n paas... ze doen toch altijd van die takjes? Zo'n paasstakje. Paasstak. Oh, ik zat op de nek. Waar zou ik het dan inhangen? Maar in een paasstak. Ja, misschien dat ik het wel... Ik heb een palmboom thuis. Een palmboom? Een neppe palmboom in mijn huis. Oh ja, daar kan je het wel in Dus hangen. Daar hang ik het gewoon aan. En noem ik het een... paaspalmboom. Paaspalmboom. Heel leuk. Hoe duur is die, denk je? Ik denk 1,39. Nee, duurder. Toch? 89 zeg ik. Ik denk niet dat het duurder is, hoor.
Ik denk 1,29. Maar wacht, we hebben nog niet eens geproefd. Hoe kunnen we het weten? Oh. Ja, ik vind het echt iets. Ik zou dit niet eten. Ik zou dit in mijn maar dit is chocolaschat. Dit moet je gewoon eten. Oké, ga jij het eten? Ik zou het in mijn palmoom hangen. Ik vind dit dan zo zielig eruit zien als een soort kegel. Je kan er zo'n spelletje mee spelen. Klinkt goed. Het is gewoon chocola. Niks bijzonders. Zie je? Gewoon in je palmoom hangen dus. Jij zei 89 cent, toch? Ja. Ik denk, ik ga gewoon ietsje hoger, want dan... Weet je? Ik denk 99 cent. Ja! Oh, dit is Smarties. Wel wat voor jou. Het is echt my lucky day. Nou, inderdaad, jij vindt Smarties echt lekker, hè? Ja. Is dat mini eggs. Maar Smarties zijn toch altijd van die hele kleine dingetjes. En dit is denk ik in de vorm van een ijs. Zo voelt het ook. Oh, het voelt een beetje als het grote M&M's of zo. Ja, misschien zo voelt dat. Zullen we even gewoon openmaken en dan kijken? Oh, lekker. Gaat lekker, meid. Dit ziet er echt leuk uit. Roze. Leuk dat ze roze hebben genomen ook. Oké, proost. Proost. Zit er iets in? Ik snap er niks van. Dit is gewoon een Smartie, maar dan groot. Maar dan... Het is wel lekker. Het smaakt ook heel anders dan een normale Smartie, vind ik. Alsof er iets in zit. Zit er iets in? Nee, ik denk omdat je gewend bent om... Kijk, dit heeft veel meer chocola van binnen. Kom en een M&M is klein. Het is wel lekker hoor. Lekkerder dan kleine Smarties, vind ik. Ja. Zo. Hoe raar dat ook klinkt. Nou, hoe duur denk je dat het is? Ik denk dat dit wel prijzig is. Ja, dat denk ik ook. Want het is ook echt een hele zware zak. Ja, het is echt... 270 gram. Dat is veel. Dat is veel. Ik denk dat wij sowieso wel boven de 2 euro zitten hoor. 2,15 euro. 2,49. Kijk. Boven de 2 euro. Nou ja, sowieso boven 2 euro hadden we goed. High five. Yes! Hoe lekker was dit vandaag? Even serieus. Mijn buikje is helemaal verwend. Mijn ook. Wat was jouw favoriet? Mijn favoriet? Ja, zeker. Dit was ook echt zeker mijn favoriet. Dit was mijn favoriet. De gummies. Eigenlijk was heel veel lekker. Deze koekjes vonden we ook heel lekker. Ja. Ik weet niet, ik vond deze keer echt heel lekker. Oh, sorry boertje. Vorige keer. Mocht je al iets hiervan hebben geproefd, laat dan even in de reacties weten wat je hebt geproefd. En wat je ervan vond. Heel erg bedankt voor het kijken weer van deze video. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En abonneer je ook even op het kanaal van Action Nederland. Dan mis je geen enkele video. Nee. En vergeet ook niet te abonneren op onze kanalen. Die staan in de beschrijving. En dan tot de volgende keer. Doei! Fijne Pasen!